Mijn naam is Ernst Storm en in 1995 begonnen samen met mijn ouders met de koning van Denemarken in Rennen. Ik vind dat iedereen, of je nou de horeca ingaat, ja of nee, iedereen heeft moeten een aantal jaar in de horeca gewerkt hebben. Omdat het zo goed is voor je persoonlijke ontwikkeling en de mensenkennis en de omgang met mensen, dat je daar in de rest van je leven heel veel aan hebt. Ik heb ooit de kans gekregen om ergens het vak te mogen leren in de praktijk. Want natuurlijk, op school krijg je heel veel theorie, maar een groot deel van ons vak leren we gewoon echt nog steeds in de praktijk. Ik vind dat ik nu de toekomstige generatie ook die kans moet geven. En daarnaast willen wij graag goede mensen in ons vak. Ja, mijn klasgenoten toen, die kom ik zeker nog steeds tegen. Minimaal één keer per jaar en dan gewoon onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar praten hoe het is in het leven, maar ook over het vak nog even brainstormen. We wilden iets van onszelf, om zelf bier te gaan brouwen. En inmiddels hebben we een assortiment van een blond, een bok, een Weizen komt eraan. We hebben het mooiste vak van de wereld. We zijn met eten, drinken en mensen bezig en dat zijn drie hele mooie dingen. En als je daar op de juiste manier mee omgaat, denk ik dat je er heel veel plezier uit kan maken.